gezelschap dit jaar. Een skyboy. En misschien wel een applausje waard voor de Bartels. Maar in het gesprek dat we zo konden voeren met die ongezaam en dat we eigen hostwijd zeggen al als gemeente. En dat is dan ook zijn voorkeur om eerst te gaan valsmissen in Oostwijk te doen. En daarna om 11 uur en dan om 12 uur in Hagen. Waarschijnlijk is dat een beetje krap geworden voor. Maar oh, Frans is met hun gekleed. Dat kan niet gebeuren. Mag ik een groot applaus voor onze pastoor. Mochten dit samen overleven. Dat was een zware teleurstelling.
2024. PW 24 moest een grote arm bouwen van hout, 300 meter lang, 50 meter breed, 30 meter hoog. Zo'n grote ark had de optochtcommissie nog nooit gezien. Na veel overleg werd de ark goedgekeurd. De ark die ik verder in dit verhaal zal noemen als de bus. Een andere mogelijkheid was om een bus te huren bij het meer van Galilea. Dat was echt veel te duur. 111 euro per uur. 111 euro per uur, sprak PW 24 verbaasd. Ja, hier is ook heel speciaal, sprak de verhuurder. Hier liep Jezus onder het water. Ja, zei PW 24, dat snap ik met die huurprijzen. God sprak. Van alle levende wezens moet je een mannetje en een vrouwtje winnen. PW 24 sprak, vindt u het ook goed als ik genderneutrale zaken meeneem? En LHBTI onderdelen meeneem? Dat mocht. God ging toen al met de tijd mee. Hij sprak verder. Van al het reine moet je zeven meenemen. En van het onreine vier. Zo kwam je immers aan 11. De zeven reine werden al snel gevonden bij de stravenwemmers. En de vier onreine werden al snel gevonden. Ik zal het 40 dagen laten regenen, spreekt. 40 dagen en nachten. Iets wat Jan Pellenhoer nooit voorspeld had. De bus werd bestormd door mens en dier. Varkens, koeien, honden, katten, zebras, vogels, duiven, dinosaurussen, meneer de uil met hele vaderskant, enzovoort. De nacht kwam met de zebra. Daar loopt immers ook een streepje door. Dino's zijn helaas uitgestorven en dat komt omdat zij geen bier dronken. Laten wij niet in dezelfde fout maken. Wilbert V. kwam met een varken. Ho, zei PW 24, er mag maar één varken mee. In het 111ste jaar van PW 24 schreven, in de 11e maand, op de 11e dag, werden de hemelsluizen geopend. Het begon te regenen. God liet een wind waaien. Oh, God liet een wind waaien. Ja. De mensen vluchten naar hoge gebouwen. Het gemeentehuis, de kerk en de kiosk op het plein. Helaas was deze toen ook al niet helemaal waterdicht. Iedereen verzonk, behalve de dieren en de mensen die in de bus bij PB 24 zaten. Deze was namelijk waterdicht gemaakt met duct tape en was goed gebeurd door de optochtcommissie. PW 24 voerde het dier in de bus met wat voer wat gesponsord was door Angela. Hij bracht koffie en broodjes rond gesponsord door Jumbo. Lust je wat in de koffie? Vroeg PW 24 aan Arjen van der Ven. Doe maar een berichtje van 50. Toen al bezig met financiën. Mag je hier roken? Vroeg Bobby S. Maar jongen, doe net of je thuis bent. Dan niet zit hij. De mannen en vrouwen leefden bescheiden in de bus. Mannen mochten gaan zitten en vrouwen gingen in de water. Toen al. En zo ontstond de bandrelatie. Het waterpeil zakte en de stemming steeg. Er stond een polonaise onder leiding van de hit van Toetrian. PW 24 draaide met raampje open en liet een duif los om te gaan onderzoeken. Deze duif is helaas nooit meer gezien.
waarschijnlijk lag in het kokenklooster van Toon Hermans. In de legendarische woorden sprak, de duif is dood. Er werd een tweede duif op pad gestuurd. Deze kwam natuurlijk wel terug. Hij had een olijfstakje in de mond. Weggehaald bij een Keesje Beukmans. Want de prijskaart ging gaan. Afzetten. De bus zette de reis voort. Ze gingen naar de Canarische eilanden. Maar dat viel tegen. Geen één kanarie te vinden. Dan rijden we door naar de Maagde eilanden, sprak Keesje veel enthousiast. Helaas daar hetzelfde liedje. Geen kanarie te vinden. Na vele jaren was de aarde droog. De aarde was toen al aan het opwarmen. Daar was niet iedereen het mee eens. Met als gevolg demonstranten die op de snelweg gingen zitten, zichzelf aan een boom vastbonden, aan tafels vastplakten. Demonstranten die op de snelweg zaten, daar wist BMW 24 wel raad mee met zijn grote bus. De bomen werden vakkundig opgezaagd door de nacht en de tafelplakkers werden vergesteld door de wachtpartijtjes. Ook van die plakkers. Na een jaar moest iedereen de bus uit. Gelukkig, want er was één grote bende en het stond verschrikkelijk. Ze hadden immers geen Dixie. Een Dixie waar Pieter Hessel ooit helemaal in heeft gezeten. Iedereen moest uit de bus en moest die gaan vermenigvuldigen. Dat was niet tegen Dovermans over gezegd. Mark van der Nieuwenhaar en Scheffers hadden het probleem. Som bij sommigen bleef het alleen bij optellen en aftrappen. God tekende een symbool, tekende de regenboog, het symbool van hoop. De regenboog. Het werd het hulproep van Frans Bauers liedje, de regenboog. Ik wil met jou naar de regenboog. Een lied wat al snel werd opgezocht via Spotify in die tijd. Wat heel bijzonder was, want er waren immers nog geen mobiele telefoons. Tegenwoordig heeft iedereen denkt zelfs meneer Pastoor. Ik belde laatst meneer Pastoor, ik zeg meneer Pastoor, wat doet u uit met de opbrengst van de collecte? Dat is heel simpel, zei hij, mijn jongen. Ik gooi het allemaal in de lucht met de woorden, Heer, neemt wat u toekomt. En wat terugkomt naar beneden, is van mij. Over de collecte gesproken, sprak meneer Pastoor van Gent voor de dienst, ging net. Ik zeg, hoe gaat u vandaag de preek aanpakken? Nou, zei hij, ga ik als volgt doen. Ik ga op het altaar staan met 3 preken in mijn hand. Een 1000 euro preek van 5 minuten. Een 500 euro preek van 15 minuten. En een 100 euro preek van een heel uur. Dan gaan we over naar de collecte. En dan zien we wel welke preek ik ga houden. Dus ik ben benieuwd. Tot zover deze lezing. En laten we de regenboog als symbool van hoop in gedachten houden de komende dagen in Struifdorp, maar zeker ook in de rest van de wereld. Laat. Uitnodigen voor het Prinsgracht en ook de kaarsen aan te stellen.
De jeugd. Zo, beste mensen, het licht brandt, want onze Vader, u vindt het goed als mensen feest vieren en blij en vrolijk met elkaar omgaan. Maar carnaval gaat voorbij. En als
het dagelijks leven zijn we vaak ook zo bezig met dagelijkse zorgen, dat we vergeten klaar te staan voor onze medemensen. Vergeef ons, Heer, voor alles wat we ervan doen en help onze vriendschap van deze dagen vast te houden. Heer, help ons steeds oog te hebben voor het welzijn van anderen en de mogelijkheden zien om anderen gelukkig te maken. Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, geef dat wij oog hebben voor alle kleine dingen in ons leven die ons een blij en gelukkig gevoel kunnen geven. Christus, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, help ons om de fouten van anderen te geven en te vergeten en oog te hebben voor alle positieve dingen in ons leven. Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Mogen de goede en almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Laat ons bidden. Goede God, in uw Zoon Jezus Christus hebt gij aan de wereld die nieuwe mens gegeven. Wij danken u dat wij hem mogen kennen en dat zijn woord een voorbeeld in dit uur en in ons leven, in ons tot leven mag komen. Maak ons ontvankelijk voor zijn tegenwoordigheid. Raak ons met zijn geest en maak ook ons door hem tot nieuwe mensen. Met uw leef en geest in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Thank you.
tuin, maar de wortels uit deze vogel. De bloementuin. Het was morgen in de grote bloementuin. Twee rozen langs de pakken en rekten hun blaadjes uit. Opeens viel een druppel langs de rozen naar beneden. Waar ga je naartoe? Vroegen de rozen. Ik wil de grond in. Voor jullie, zei de druppel. De rozen wilden nog wat vragen, maar zagen niets meer. Verbaasd keken ze elkaar aan. Waar zou ik nou onder de grond in willen? Vroeg de ene roos. Ik weet het niet, zei de andere roos. Misschien is er wel iets onder de grond. Maar lang moeten ze niet wachten. Want opeens voelden de rozen, alle twee tegelijk, een druppel water langzaam omhoog komen. Hé, zei de ene roos. Ik voel die druppel in mijn blaadjes. Dat is toch wel weg, zei de andere roos. Ik voel het ook. Ze werden stil. Toen werd gezet. De dauwdruppel niet aan zichzelf gedacht. Nee, hij was de grond ingedrongen om kracht te geven aan de rozen. En door zich zo weg te schenken, was de dauwdruppel zelf ook gelukkig. Want nu leefde hij werkelijk in twee mooie rozen. De rozen zelf dachten er lang over na. En hoe langer ze erover dachten, hoe gelukkiger ze werden. Thank you.
feest. Lezen we het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Lof zij Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: je hebt gehoord dat er gezegd is, oog om oog, tand om tand, maar ik zeg u, geen weerstand te bieden aan het onrecht. Maar als iemand u op de rechterwang slaat, keert hem dan op de andere toe. Als iemand voor u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleed afnemen, raad dan ook het overkleed. Als iemand u vordert in wil met hem te gaan, ga er dan twee met hem. Geeft aan wie u vraagt en wendt u niet af als iemand van u lenen wil. U hebt gehoord dat het gezegd is, je zult uw naaste beminnen en uw vijanden haten. Maar ik zeg u, bemint uw vijanden en bid voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen mocht worden van uw Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden, en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als gij bemint die u beminnen, wat voor recht op loon heb gij dan? Doen de tollenaars niet hetzelfde? En gij alleen uw broeder groet, wat voor loon buitengewoons doet gij dan? Doen de heidenen dat ook niet? Wees dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. Woord van de Heer. Wij danken God. Zo, beste mensen. Ik vond dat de prins verder lang kan preken. Enfin, dat vond ik. We hebben elkaar hier al lang niet meer gezien. En tegenwoordig is het in om dan eventjes een opfrissingsexamentje te houden. Dus ik ga een paar vragen stellen. En ik ga twee mensen uitpikken. En ik heb al een gedachte aan de prins. En Bobby kijkt ook heel vrolijk met die. We beginnen eens bij de prins. Want je had een verhaal bij. Nu ga ik kijken. Hoeveel je nog weet. Begin januari, eind vorig jaar, de laatste dag van het jaar, 31 december, is onze goede paus overleden. Kunt u mij zijn volledige naam? Johannes Paulus de 11e. Fout. Bobby. Niemand die, nu gaat naar de buurman. Ja, ja. Benedictus, ja. En kun je de naam nu volledig maken? Johannes Benedictus de 11e. Nee. Nee. Dat is niet. Hij heet Paus Emeritus Benedictus de 16e. Dus je hebt geen punt. Hij weet je. Hé, als we de kerk zijn, een makkelijkere vraag. Over wat spreken we in de kerk? Ik wil twee goede woorden horen. Spreken we over de... Over de? God en carnaval. Nee. En, ja, zal een beetje. Je mag ook nog een keer aan. Geloven. Goed, goed. Geloven, ja, hè. Ja, waar is dat? Hier. Bijna, bijna. Praten we over de hemel. Ja, de prins is niet geslaagd. Oké, u krijgt van mij een mooi kaartje, maar u moet het wel straks terugbetalen aan de collector. Van de hemel? Die weet het. Goed zo, Petrus. Petrus, en u weet, er komen daar veel mensen bij Petrus langs en er komt er op een gegeven moment een man aan die deur en eenmaal hij op die deur tikt, nou, zoals het officieel is, Petrus doet dan die deur open en dat mannetje mag binnenkomen en hij ziet daar een gigantische wand
vol met klokken. Het zijn allemaal klokken. En hij zegt, nou, wat is dat hier allemaal, al die klokken? Wel, zegt Petrus, die klokken, die zijn, hebben betekenis. En hij komt bij die ene klok. En van wie is die klok? Die klok is van moeder Teresa. En telkens, als iemand liegt, gaat hij het wijzen, één keer rond. Dus hij, kijk, die klok is van moeder Teresa, dus die staat op 12. Dus moeder Teresa, die heeft nooit gelopen. U kent ze, moeder Teresa heeft in Calcutta gewerkt voor de armen. En dan, van wie is die klok? Van Abraham Lincoln. Kent u Abraham Lincoln? Ja. Dat is de president, de oude president in Amerika. En dat die cijfer stond op 2. Dus Abraham Lincoln heeft 2 keer gelopen. Die cijfer is 2 keer, dat wijzertje is 2 keer rondgegaan. Nu vraagt de man aan Petrus, waar kan ik dan de klok vinden van de premier, Mark Rutte? Waar is die? Ah, zegt Petrus, die hangt hier, maar die gebruik ik tegenwoordig in mijn werkkamer als ventilateur. Er is geen misdaad meer, geen conflict.
conflicten. De Taliban is weg. Noord-Korea, dat is ook weer een democratie geworden. De economie doet het helemaal goed. En Jan zegt Rutte, dat machinetje lijkt mij wel interessant. Ik wil daar toch ook een keer een testje mee doen. En hij stelt de vraag, hoe zal het zijn met Nederland over 100 jaar? En die machine die begint te zoomen en te ratelen en te doen en dat doet zijn werk. En er komt daaruit een kleurtje, een plaatje geprint. En Mark Rutte zit zo naar dat plaatje te kijken. En ik blijf maar kijken. En dan zegt Biden, come on Mark, wat staat er te lezen? En dan zegt Rutte, ik kan het niet lezen, het is Arabisch. Voor uitgeschreven. En het maakt niet uit, voor de
gemeente kunt een paar keer trouwen, maar tegenwoordig, als u voor de eerste keer trouwt, dan wordt er rijst geboord, klopt dit? En dan rijst is teken van vruchtbaarheid. Als je tegenwoordig voor de tweede keer in de gemeente gaat met trouwen, dan mag er geen rijst meer geboord worden, maar maïskorrels. Want je bent een kieker als je voor de tweede keer trouwt. Als je voor de derde keer trouwt, dat kan dan ook, dan moet je wortels gooien. Wortels. Want je bent een ezel als je voor de derde keer trouwt. Thank you.
Mag de mensen uitnodigen voor het midden van de voorbeden? God is als een vader, is nabij. In zijn voorzienigheid en wijs beleid heeft hij het leven zin en betekenis gegeven. Roepen wij dan nu ook zijn naam aan. En bidden wij voor allen hier aanwezig, klein, arm en de rijke mensen met vragen, zonder antwoorden, onvervulde dromen, dat we onze zorgen in deze carnavaltijd eventjes mogen vergeten, door elkaar op een andere manier aan te spreken, door elkaar met muziek en dans goede moed te geven. Laat ons bidden. Heer, onze God, wij bidden u, verhoor ons. En wij danken u ook voor de vreugde en de blijdschap elk jaar opnieuw, voor de creatieve inspiratie, voor al die uren van uitbundigheid, voor dat gevoel van verbondenheid zijn in vreugde. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Het is lang niet overal geweest. Grote delen van onze wereld gaan gebukt onder een grote ellende. Denken we maar aan die mensen in Oekraïne, maar ook aan die mensen die zwaar getroffen zijn door die aardbeving in Turkije, Syrië. Het zijn dramatische gebeurtenissen. God, ook daar willen wij niet aan voorbij gaan. We willen ons in blijven spannen, zodat ook daar het leven gevierd kan worden. Laat ons bidden. Heer, onze God, wij bidden u, verhoor ons. En we danken u ook voor onze jaarlijkse volksfeest, voor de blije tintelingen, de kinderogen, voor de ontroerende tranen bij een zieke en voor de blijde herinnering van een bejaarde, voor het plezier van een gehandicapte. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. En bewaar ons in uw naam. Heer, jij hebt ons gemaakt om te leven. Laat ons openstaan voor anderen. Breng vreugde als bloemen in ons hart, dat wij onze medemens laten delen in ons feest, in het spoor van Jezus, uw Zoon. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. En bidden wij ook voor alle familieleden, vrienden en kennissen waarvan wij afscheid hebben moeten nemen, die dit feest niet meer met ons mee kunnen vieren. Dat wij hen in deze dagen niet vergeten en ze in ons hart meenemen. Laat ons bidden. Heer, onze God, wij bidden u, verhoor ons. Goede Vader van alle mensen, neem onze gebeden tot u en bewaar alles in uw hart en laat ons delen in de kleurenrijkdom van uw heerlijkheid. Dat vragen wij u door Christus, onze Heer. Amen. Beste mensen, laten we ook samen bidden met onze Vader. Misschien kunnen we dat bidden voor al die slachtoffers. Er zijn meer dan 40.000. Ze spreken nog meer doden bij die zware aardbeving in Turkije en Syrië. Mensen die in wanhoop moeten leven met het verlies van huis, ook van vele dierbaren. Denk maar aan hen. Bidden wij dat vele mensen in nabij mogen zijn. Dat ook onze goede God in nabij mogen zijn. We samen daarvoor met onze Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Heer Jezus, verlos ons van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid.
vrijmogen zijn van zonde, beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus, u weet wat onrust is, hoe leven zwaar kan zijn, hoe vrede ver te zoeken is. Schenk ons het vertrouwen dat jij bij ons zijt, rustig en rustig als wij zijn, en laat u naar wijheid ons vrede geven. Een vrede die wij kunnen doorgeven aan elkaar, dat vragen wij u, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. En de vrede van de Heer zijn altijd met u. En wens wij en schenken we elkaar een handdruk als teken dat ook wij die vrede aan elkaar willen wensen. Mag ik de wortelkwartels uitnodigen voor het dankkwartel? En met zo, heb ik straks een beetje gebukt onder de druk die er is hier. Ik vind het toch wel weer mooi. En broer staat hier achter de camera. En dat vind ik daar mooi van zijn carnavalsmensen. Ik vind heel veel dingen trouwens mooi. Maar gisteren kwam broer naar me toe. En ze vinden het leuk als ze bij de film in de kerk. Broer stikt daar gewoon met tijd. PW24 stikt er met tijd. En iedereen die hier zit, als het toch kruipt, dan zit er weg. Iedereen steekt de tijd, die komt hier naartoe. En dat vind ik vroeger super mooi. En we zijn met een rol man. Maak ik dan nog een keer applaus voor jongens. Hè?
Over ezels gesproken. Mensen, waar zijn wij er trots op? Dat we ondanks alle stikstofmaatregelen onze raad deze jaar toch hebben uit mogen breiden met een vijftal leden. Gezien de locatie waar we nu zitten, mag ik wel zeggen dat dit een geschenk is uit de hemel. Nou ja, eigenlijk vier geschenken rechtstreeks erbij. En ene die komt er de doeners. Mike Ayers. Ja, die Mike is er weer. Voor degenen die twee weken geleden in de gelegenheid zijn geweest om bij de topplaat aanwezig te zijn. Die weten dat ik dan als ZZP-pastoor aanwezig was. Dit is tot op de dag van vandaag nog niet besproken door onze pastoor. Dus ik moet hier nog even op wachten. Misschien moet ik het hier wel een keer op over biechten. En biechten is zeker een ding waar ik mee op kan pakken zodra ik hier als ZZP-pastoor aan de slag ga. Nu was Peter Spits goed projecten, die was hier al geweest als we de try-out. Maar onze Mark Harkes was al even binnengelopen. Pastoor, zei Mark, ik heb een zonde begaan. Vertel mijn kind. Nou, ik heb een meisje mee naar huis genomen. Dat is toch geen zonde, zei de pastoor. Nee, de klok is hier wel pastoor. Maar daarna zijn we samen naar boven gegaan. En hebben ons uitgebreid. Nou, dat is nog steeds geen zonde, zei Francis. U heeft misschien wel gelijk, pastoor. Alleen vervolgens kwam mijn vader binnen. Inderdaad. Dat is zonde. Voor de komst van de vijf nieuwe leden waren de Bakkenpartners al een raad van bijzondere mensen. Uiteraard behalve ons getekenen. Met de komst van deze vijf leden zijn we gelukkig nog bijzonderer geworden. Mark Harkes, woest en aantrekkelijk, is dan eigenlijk ook maar een zuchtje wind vergeleken met ons nieuwe raadslid. Koning van zijn noten, Velen van Grabenstein. Velen zat vorige week, zoals een keer rond een uur vaak bij ons op de bank, en na onder onze diest naar bed moest, vroeg hij Velen om een verhaaltje voor te lezen. Mensen die Fedor kennen, weten dat hij geen boek nodig heeft om voor te lezen, want hij zorgt toch alles uit zijn duim. Onze diest ging op de knie bij Fedor zitten, terwijl hij een verhaaltje voorlas. Af en toe keek hij op van het boek en aaide Fedor over zijn wang. En daarna aaide hij zijn eigen over de wang. Ineens zei hij, Fedor, heeft God jou gemaakt? Ja, maat, lang geleden heeft God mij gemaakt. Oh, en Fedor, heeft God mij ook gemaakt? Jazeker, jongen. God heeft jou nog niet zo lang geleden jou gemaakt. Ons dief keek Fedor aan. En nog eens de keer goed. En zei toen, God wordt er wel steeds beter in, hè? Mensen, gisteren leden ik ons op die tijd te bed. Een stukje rijkdom waar we maar amper beseffen. Waar ik mij wel besef. En ik kan een beleving zijn of een fase in mijn leven. Maar dat er wat gekke dingen links en rechts gebeuren. Iedereen vindt hier het zelf van. En gelukkig mogen wij hier ook iets van verder in dit land. Als je wat oudere mensen spreekt. En dat bedoel ik niet gruwelijk oud mensen, maar gewoon een beetje ouder. Dan vertellen zij dat dit vroeger ook al was. En dit zal zeker ook wel zijn, maar toch ben ik wel eens huiverig voor de toekomst.
Tradities vind ik prachtig en vernieuwing vind ik ook heel mooi. Sommige tradities verdwijnen en andere moeten wij heel hard verstrijden om deze te behouden. Ook hier in de kerkenstoor hebben veel mensen nog een fijn gevoel. Al is het maar voor een samen zijn waar heel veel verdriet mee gepaard is. Op een of andere manier geeft deze ruimte steun en kracht. Dus laten we allemaal afspreken, mensen, dat we zuinig zijn op sommige tradities. Uiteraard doen we het op de carnaval, de optocht, maar ook zeker op deze kerkviering. Weliswaar zonder wifi, maar wellicht met een gratis hostie. Nog heel veel leuk, mensen. Geniet met volle teugen. Bedankt en een dikke vette. Kijk eens op. Maar dit is het niet gebeurd.